Deze locatie in de gemeente Zeewolde is de voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne van Defensie. Deze superkazerne, zoals staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat hem aanduidt, zou plaats moeten bieden voor zo'n 7000 militairen. Dat zei commissaris van de Koning Leen Verbeek maandag in zijn nieuwjaarstoespraak. Een uitspraak die de nodige stof deed opwaaien. Het plan is natuurlijk geen verrassing. De uitlatingen van de commissaris van de Koning, ja, dat was natuurlijk wel een verrassing. We praten over 5.000 tot 7.000 banen, 1300 opleidingsplaatsen. Ik heb me er zelf ook erg voor ingezet om dat op de agenda te krijgen. We moeten natuurlijk nog een heel traject gaan. Het gaat over een totale reorganisatie van Defensie. Het is in die zin niet zozeer een nieuwe organisatie, maar een verplaatsen van. Dus dat heeft nog heel wat voeten in de aarde. Dat zal ook nog wel een paar jaar duren voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Maar Flevoland is er klaar voor. Dat Zeewolde in beeld was, wisten we sinds februari vorig jaar. Eigenlijk zo rond de zomer werd duidelijk van, hey, het wordt wel heel serieus. Toen hebben we ook meteen de bevolking daarover geïnformeerd. En 2 december was het definitief besluit van het kabinet. En toen zijn de 8 agrariërs geïnformeerd. Onder wie ook John en Gerda Meijer. De melkveehouders hebben aan het Erkemederpad een bedrijf van 55 hectare groot. Toen hoor ik het op radio dat hier eventueel bij de Nijkerke een superkazerne gebouwd zou gaan worden. En toen dachten we bij, hey, ik heb niks gehoord. Zou het soms een andere kant zijn? Of zou het hier toch plaats gaan vinden? En ja, rond 15:30 ga ik altijd koffie drinken. En tot mijn grote verbazing, toen ik binnenkwam, stonden hier 2 mensen voor de deur. En dat was toch wel even schrikken op dat moment. We zijn 2 december, we kregen bericht dat 2 december besluit genomen zou worden. 2 december zijn we met mensen van Defensie naar de agrariërs gegaan. We hebben de agrariërs uitgenodigd voor een gesprek voor de week daarop. Een gesprek met Defensie, waarbij Defensie zou toelichten van welke ideeën er vooralsnog liggen. Dat is een eerste gesprek geweest. Je kunt voorstellen dat de boeren echt rauw op hun dak is gevallen. Zowel de brief, maar dan ook dat eerste gesprek. Ik schrok me echt, nou ja, rot zo gezegd. En, en dan, ja, op dat moment heb je eigenlijk ook geen woorden. Dan heb je echt iets van... absurd. Als tegen jou gezegd wordt, je moet huis en haard verlaten en je moet naar een andere plek verkassen. In de wetenschap dat de boeren die hier in Flevoland zitten, geselecteerde agrariërs zijn. Die de beste waren die we in Nederland hadden en daarom een plekje kregen in, onder andere in Zeewolde. Dan is dat niet fijn gevallen en dat snap ik ook helemaal. Nou ja, weet je, als je zoiets hoort dan ben je, je probeert het weg te stoppen. Je probeert dat het er niet is. Maar het is het 24/7. Je gaat denken, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Moet ik voorsorteren? Kan ik voorsorteren? Nou ja, help. Dat. We zullen er rekening mee moeten houden dat het Rijksvastgoedbedrijf heel bewust destijds de keuze heeft gemaakt om heel veel gronden op het grondgebied van de gemeente Zeewolde in eigen beheer te houden. Hetzij voor, nu voor agrariërs, maar ook voor, nou kijk naar Oosterwold, voor woningbouw of voor bedrijfsvestiging. Dus dat is gewoon een feit waar we mee te maken hebben en waar we als inwoners van Zeewolde, de agrariërs, de gemeente, mee te dealen hebben. Ik vind dat Flevoland, ik zei dat ook, mede is drooggelegd voor nationale en internationale taken en dit is daar een schoolvoorbeeld van. Het is een Rijksinpassingsplan, dus het Rijk bepaalt. Maar ik hoop wel dat men wil luisteren naar wat de bewoners van Zeewolde, en in dit geval de agrariërs, en de gemeente Zeewolde daarop gaan inbrengen. Ja, er wordt ook gezegd van Zeewolde, gemeente, help ons, doe je wat aan. Voorkom het misschien. Ja, nou, dat snap ik. Maar dan moeten we ook rekening houden met het feit dat mogelijkerwijs, gelet op het feit dat er zoveel gronden van Rijksvastgoed in onze gemeente liggen, dat mogelijkwijs op een andere plek in Zeewolde gaat komen. Dus we moeten, vandaar dat ik graag met deze agrariërs om tafel wil om te kijken van, nou wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen, zowel voor hen, maar ook voor de gemeenschap Zeewolde.